Ja, dat was afschuwelijk. Je wordt 's morgens gebeld. Er is een pony aangevallen door een wolf. Voor de helft opgevreten. En je schrik je wezenloos hoe zoiets eruit ziet. Het aantal aanvallen van de wolf op veeën in Gelderland is het afgelopen jaar bijna verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. Blijkt uit het jaarverslag van Bij 12. Dat is de organisatie die dat allemaal bijhoudt voor de provincie. Dit jaar waren het 272 aanvallen, terwijl dat er vorig jaar 148 waren. Toen werd er voor ruim 50.000 euro uitgekeerd door een speciale schaderegeling. Voor dit jaar zal dat bedrag veel hoger uitkomen. Er leven op dit moment 7 wolvenparen in onze provincie. Hoeveel jonge wolven er zijn is niet bekend. Het zijn er in ieder geval wel meer dan vorig jaar. Ja, vooral schapenhouders die hadden schade. Wolven doden namelijk 250 schapen dit jaar. Maar toch jagen ze vooral op wild. Maar ze zitten met name op de wilde dieren. De reeën, de herten en de zwijnen. Dat wordt voor meer dan 98% in Nederland gegeten door de wolven. De wolf vreet niet alleen wild, maar ook schaap. En vaker ook andere dieren. Je ziet alpaca terugkomen, damhert. Zo nu en dan een rund of een pony. Dat zijn incidenten, maar wel hele vervelende incidenten. Omdat mensen ook een emotionele band met een dier hebben. Een eigenaar van ponies in Schaarsbergen kreeg ook te maken met de aanval van de wolf. Ja, dat was afschuwelijk. Je wordt 's morgens gebeld. Er is een pony aangevallen door een wolf. Voor de helft opgevreten. En je schrik je wezenloos hoe zoiets eruit ziet. We zien dat de afgelopen periode aanvallen op ponies en paarden. Maar het blijft gelukkig qua omvang heel erg beperkt. Als je van nul naar een klein beetje gaat, is het wel een toename. Deze melkveehouder zet zijn jong vee vaker op stal. Wij hebben hier nog een makkenwolf en die valt nog niet direct landbouwdieren aan. Ja, maar het is niet te tolereren. Zo. In Udel en Speelt in de omgeving vrat de wolf wekenlang schapen. En dit schaap heeft dus vrij ernstige verwondingen. Het is niet eens zo heel groot. Nou, dit schaap gaan we nu dus euthaniseren. Schapenhouders en dierhouders gebruiken niet allemaal een wolfwerend hek. 97% nog onbeschermd. Dat moet echt omhoog. Natuurlijk zijn er ook mensen die erover twijfelen. Hè? Van, nou ja, als ze al over het hek bij de Nationaal Park de Hoge Veluwe klimmen, het gaat zo'n wolverend hek bij mij dan doen. 100% wolverend bestaat niet, dat weten we ook. Wat we zien, waar hekken staan, werken ze en is de schade echt beduidend minder bij schapen die beschermd zijn met een hek dan schapen die onbeschermd zijn. Ja, die hekken die helpen dus wel, maar niet genoeg. Sinds de terugkeer van de wolf is er discussie over hoe om te gaan met deze dieren. De Gelderse politiek praat er binnenkort weer over. Naast maatregelen om schapen beter te beschermen, wil Gelderland ook over kunnen gaan tot afschot van de wolf. Tot ongenoegen van de PvdA. Ja, dat vind ik op dit moment zeker niet aan de orde. We zien dat de wolf eigenlijk nog maar net terug is in Nederland. We zien dat het aantal roedels en het aantal wolven ook nog helemaal niet zo heel groot is. Dat we al over dat soort maatregelen kunnen spreken. Maar een meerderheid in de Gelderse politiek lijkt dat juist wel te zien zitten. Ook het CDA. Dat is zowel inzetten op preventieve maatregelen om te zorgen dat je je eigen vee beschermt tegen de wolf. Want dat is echt wel stap 1. Maar ook in te zetten om te kijken of we die wolf daadwerkelijk kunnen gaan beheren. Want het aantal wolven, ook op de Veluwe, heeft het maximale aantal wel bereikt qua ecologische draagkracht. Een afschot van de wolf, dat zegt u, ja, dat is voor ons echt nog niet aan de orde. Absoluut niet. En na de kerstvakantie staat de wolf meteen op de agenda.